Wat doe je, Johnny? Wat zit je te doen? Even naar mezelf kijken, man. Even naar mezelf kijken. Dat doe ik zo graag. Dames en heren, bij ons aangesloten is Johnny Rommel. Johnny. Goedemorgen, hoe is het? Goedemorgen. Ja, prima. Ja, prima. Ja, zeker. Ben je al lang hier? Nou, ja, een dagje vier. Dus, een dagje of vier. En wat ben je precies allemaal aan het doen hier? Nou, ik ben met de Algemeen Dagblad wat dingetjes aan het maken. Wat video-analyses. En dat is leuk om het eens een keer van de andere kant te zien. Dat is een hele andere rol eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk al alle spelers die ik mee heb gemaakt als atleet of als coach. En nu sta je aan die kant. En dat is toch even anders. Je bent eigenlijk gewoon journalist, ben je. Ja, Johnny. Journalist, nee, jawel. Ja. Je zit aan de andere kant van het spectrum. Ja, misschien wel. Maar weet je, je praat wel over de sport. En dat is mooi. Maar kijk je er nu ook anders naar? Want je bent natuurlijk vroeger als schaatser ben je heel vaak dan koud van het ijs. En dan krijg je meteen zo'n wollen dop onder je neus. En dan moet je van alles... Dan moet je van alles en nog wat zeggen. Ja, dan denk je er wel eens anders over. En nu, hoe heb jij dat altijd ervaren? Ik vind het soms best lastig om je sporters te hebben. Dan, met name als ze dan verloren hebben en ze zijn teleurgesteld. Dan denk je, ja, die sporter zit daar niet op te wachten. Op dat gezeur allemaal. Ja, ik denk dat ik altijd wel redelijk toegankelijk ben geweest voor de journalisten. Omdat ik altijd zoiets had van, joh, ik antwoord gewoon wat ik denk. Ja. Wat ik voel op dat moment. Ja. En ook als het teleurstellend is, ja, dan moet je ook gewoon antwoorden. En dan zeg je van, joh, dan is het zo. Het hoort er gewoon bij op een gegeven moment. Ja. Het is niet anders. Kijk, sporters winnen en verliezen. En dat is soms mensen heel teleurgesteld. En soms dan dat je gewoon het niet lukt. Ja, kijk, natuurlijk als neutrale kijker kun je er wel zo naar kijken. En dan heb je zoiets van, ja, dat is het mooie van. Want verliezen kan ook iets heel moois natuurlijk hebben. Als je als neutrale kijker bent. Maar goed, als je daar op het ijs staat, kun je natuurlijk wel kloten voelen. Ja, de meeste mensen die voelen zich denk ik minder. Omdat ze meestal altijd een hogere verwachting hebben. Ja. En als je uitzonderlijk goed presteert en je wint, is het alles leuk natuurlijk. Dat is logisch. Ja. Ben jij wel eens teleurgesteld geweest dat je dacht van, nou, daar kom ik echt nooit meer overheen? Ah, ik heb wel eens een behoorlijk diepe... Een dompertje gehad. Ja, dat, welke is je het meest bijgebleven? Ik denk wel dat het EK was na de Spelen. Dat ik het jaar van de Spelen van Nagano reek heel goed. En het seizoen daarna plaatste ik me wel voor het Europees kampioenschap. En het ging zo dramatisch slecht. Dat ik dacht van, jeetje, wat doe ik hier? Ja. En dan... Ja, dan zit je in een heel klein kokonnetje. En dan is het eigenlijk zoiets, ik zat gewoon zwaar in het dip. Het ging gewoon niet. Nee. En dan zoek je naar de nieuwe motivatie weer. En die kon ik toen op dat moment nog niet gelijk vinden. Dat heeft me nog wel even gekost. Ja. Hoe was het na de sport voor jou? Want dat is ook, dat lijkt me al moeilijk. De sport, ja, weet je, er komt een tijd dat je er klaar mee bent. Dat merk je. Je begint dat na verloop van tijd te werken. Het is alleen lastig om het los te laten. Want het is jouw dingetje. 15, 20 jaar. Ja. En om dat los te laten... Ja, dat is moeilijk. Alleen je merkt wel van, ja, als ik niet meer meedoe voor dat hoogste podium en het wordt steeds lastiger, ja, dan hou het op. Klaar, voor mij dan niet. Ja. En ben je dan nu nog een recreatieve sporter of niet? Ik hou wel gewoon van me om een beetje fit te houden. Ja, want ik vroeg me af hoe jij aan dat lichaam komt. Ja, nee, dat soms vragen mensen dat wel eens meer af. Hoe kan dat? Nou, ik kan je vertellen, ik heb net weer 3 rondjes meer gerend. Dus in dat mooie hotel waar jij zit, dan kan je daar mooi op uitkijken. Ja, ik ben daar ook. Ik ben ook 3 keer rond geweest. Nou, alleen ik wel in 3 dagen. Jij waarschijnlijk achter elkaar. Ja, ik ben even benieuwd. Hoe lang doe jij dat? Erover. Nou, ik heb 3 rondjes is natuurlijk, ja, dat was rond, dat is, rond de 13 kilometer. 13 kilometer, ja. Nou, ik ben nog even 1 stukje op en neer gegaan, want ik wilde 15 kilometer hebben. Ja. Nou, dat was precies binnen een uur. Ja, nee, flikker op. Ja. Echt uur. Ja, je kan het kijken. Ik heb ik geloof je wel. Een uur en 30 seconden. Nou, ik heb vanochtend 4 keer het meer gedaan. Ik was 3 uur verder. Kruip het zeker. Nee, ik heb vervolgens 2 keer gedaan. Nou, dat is ook knap. Is ook knap. Goed. Maar Johnny, hoe lang ben jij? 2 meter? Nee, 1,90. Ja, 1,90. Ja. Maar het is een prestatie. Dus ja, je blijft nog wel een beetje sporten. Gewoon fit blijven. Ik wil met jou even hebben over voeding. We hebben daar vorige week ook een rondje aandacht aan besteed. En wij zitten de hele week aan de kwark. We zitten de hele week aan de kwark. Met name van Campina. Ja, het is de kunst om in dit item zo vaak mogelijk Campina te zeggen. Nee, maar we hebben hier de Campina Car, die staat hier volgens. En we eten echt inderdaad de hele week kwark, want daar schijnt van alles in te zitten. Heel veel sporters doen dat. Doe jij dat ook? Ja, de zuivel. Ja, wij zijn een zuivelmaatschappij. Hè, waar wij, wat dat betreft, als je hier komt in Korea en Azië, zijn ze daar helemaal niet aan gewend. Maar wij hebben altijd gezocht daarna. Als je dan ergens bent, dan denk je, hey, waar is mijn yoghurt of mijn kwark of mijn melk? Ja. Dat je dat gewoon lekker vindt. En waarom is dat zo goed? En uiteindelijk zijn wij erin opgebouwd, want er zitten een aantal goede dingen in natuurlijk. Vooral eiwitten zijn bouwstoffen, maar ook voor herstel.
En uiteindelijk merk je ook van, hey, als je je bordje kwark 's ochtends hebt of je yoghurt, ja. Maakt mij niet zoveel uit wat ik dan pak, maar dan gooi ik een beetje muesli in, dan kan je de hele morgen door. En vroeger had ik ongeveer een hele stapel met boterhammen. Ik heb wel eens begrepen, hoeveel boterhammen had jij, dat jij heel veel boterhammen nou, had? Nou, ik had vooraf, zou ik beter zeggen. Ja, juist. Ik had vroeger echt zoiets dat ik bijna een heel brood op een dag had. Nee, dus dat 23 sneden brood had ik gewoon op een dag. Dat meen je niet. Dus dan begon ik 's ochtends al met 8. Maar dan, als ik dan ging fietsen, dan had ik gewoon na 1,5 uur al gewoon weer honger. Dat ik dacht van... Dan zocht jij weer een bakkertje op en dan... Dat zeg jij wel. Doe mij even een heel brood achter in de fietsmand. Hey, Johnny. Ja, maar toen wist ik dat allemaal niet, joh. Je wist van de voeding nog helemaal niks af. Dan douw ik achterin een Luikse wafel ongeveer. Want dat is een Luikse wafel. Zo lekker, zo zoete. En dan kreeg ik nog meer honger. Maar waren jullie in jouw tijd... zo lang is dat ook nog weer niet geleden. Maar waren jullie toen niet zo met voeding bezig als dat nu is? Nou ja, dat is de kennis daarin is wel enorm toegenomen. Ja. En als ik nu zie hoe iedereen eet en hoe ze daarmee bezig zijn, is dat veel overwogen en veel meer... Balanceren. Ja, ze weten gewoon wat ze moeten eten. Dat is wij toch helemaal niet, joh. Je dacht, ik heb gewoon brandstof nodig, koolhydraten, zoveel mogelijk erin en gaan. Maar hebben wij als amateursporters, heb je daar dan ook baat bij? Want ik hoorde wel eens, als je dan hard gelopen hebt en je doet dan na het sporten even, dan moet je bepaalde dingen eten. En dan herstel je sneller. Ja, je moet eigenlijk altijd maar zo zien, hoe meer dat je uit je normale voeding kan halen, hoe beter het is. Kijk, als ik nu mijn eetpatroon ook nog gewoon zie, dat je bakje yoghurt of kwark 's ochtends en dat bakje yoghurt of weet ik wat ik eet, 's avonds, dat eet ik eigenlijk bijna altijd, want er zit gewoon een beetje muesli, dat vind ik lekker. Maar dan kan je ook langer mee vooruit, hè. De verbrandingsgraad van hetgeen wat je dan eet, dat duurt veel langer. Je kan er bijna een hele tijd op vooruit. Ja. En dat is het goede eraan, dat het ook een, ja, dat is een beetje ingewikkeld, een glycemische index noemen ze dat. Ja. Dan doe je dat. Sorry dat ik het even ingewikkelder maak. Maar dat heeft te maken met hoe lang dat je ergens van je verbranding kan, dat je daar energie van hebt. En met suikers, dat verbrand je heel snel en dan ben je het kwijt. Ja. En dit duurt veel langer. Ja, precies. Dus en het is ook makkelijker opbergen dan al die broden natuurlijk. Ja. Het is een stukje compacter. Het is een stukje ruimtebesparing Johnny. Het is makkelijk. Oké, maar hoeveel sport jij nu dan nog? Nou, een keer of 3 in de week. Dat is eigenlijk hoe het dan een beetje uitkomt. En soms, ik maak ook soms lange dagen, want ik kom vaak genoeg langs jouw woonplaats ongeveer. Ik woon in Hengelo. Wat zeg je nou? Werk in Groningen. Oh! Dus, maar ik wou zeggen, niet lopen toch? Nee. Maar dan is het soms ook wel eens de lange dag. Dan is het 's ochtends 7 uur weg, 7 uur thuis. En dan heb ik 's avonds dat ik denk van, ik ga nog een beetje sporten. Ja. Dus dan zit ik of een beetje op de roller, of zo'n rollenbankje te fietsen, of ik ga een stukje lopen. En dat is het eigenlijk. Ja, als ik met jou praat, dan voel ik ook dat jij ergens je energie kwijt moet of zo op een of andere manier. Dat is het ook, hè? Als ik 3 dagen niet sport, dan begin ik wel te stuiteren. Ja, dan moet wel iets gebeuren. Hey Johnny, je werkt voor IceSkate op dit moment. Wat ben je nu precies naast je werk voor het AD nog verder aan het doen hier? Nou, technisch coördinator ben ik van IceSkate. Ja. Nou, er zitten bij ons 7 Olympia deelnemers zitten in onze organisatie. Daaronder zitten nog een aantal jeugdteams. Ja. En ik ben vooral bezig met de coaches. Dus de coaches aan te sturen, te helpen, met ze te sparren waar ze tegenaan lopen, logistiek, met de teammanager. Nou, daar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig. Dus vandaar ben ik ook vooral met de kennis die er is in onze organisatie, om die zoveel mogelijk naar elkaar toe te brengen. Maar ook eromheen, met gemeenten soms praten over subsidies voor de jeugd. En ja, dat is een andere... Ik wou net zeggen, dat is een heel andere tak van sport, toch? Of niet? Alleen ik merk wel dat ik, als je alleen met een team bezig bent, als coach zijn, dan ben je heel erg met dat team alleen bezig. Zit je in een kokonnetje een beetje. En ik merkte dat als je je kennis wat meer breder in wil zetten, die je toch al hebt opgedaan als atleet, maar ook als coach. Ja. Ja, dan merkte ik dat ik dat fijn vond. En dat merk ik ook dat ik dat nu kan doen. Ja, leuk. Dus ja. Blij mens? Ja, nee, ik vind het mooi. Als ik over sport kan praten of over... Ja, kwark. Ook goed. Dan ben jij blij en tevreden. Tuurlijk. Oké, Johnny, ik zou zeggen, geniet nog van wat komen gaat hier op te spelen. Zeker. En leuk dat je er even was. Dankjewel. Oké, dag. Evers staat op in Pyeongchang. Luister, elke ochtend tussen 6 en 10.